is toch wel een erg, ja, erg kaal begin zo, hoor. Dit was ons openingsfilmpje met dat tjilp tjilp. Misschien kent u het wel. Leader heet dat. En daar is vanmorgen een aanslag op gepleegd, hè? Onze leader is vernield. Vraag is of we hem nu moeten laten zien in deze staat. Nou, ik denk het wel, want anders geloven de mensen niet dat het echt gebeurd is, hè? Ja, maar anders lok je misschien nieuwe aanslagen uit. We zullen zien. Laten we maar kijken. Wat bezielt iemand nou om zo'n kunstwerk kapot te maken? Begrijp ik niet. Kunstwerk. Het is gewoon een filmpje, een lieder. Ja, ja. Geen kunstwerk. Hoor. Gebaseerd op een gedicht van Jan Hanlo. Oh ja, nu zoek je in de richting van een overtuigingsdader. Dus iemand die protesteert tegen de overschatting van de moderne letterkunde, bedoel je? Moderne letterkunde. De Mus van Jan Hanlo is van 1949. Ja, maar dat Cassidra van Noemen, Blauwe Doek, dat was er uit 51. Ja. Er waren nog steeds hele volkstammen die dat nu nog te modern vonden. Aha, 46 ja. jaar later. De dader van onze aanslag loopt nog steeds vrij rond. Ja. En vanmiddag werd hij geïnterviewd op Radio 1. Tjilip, tjilip, dat is toch helemaal geen gedicht? Dat is veel te monotoon. Het is geen gedicht, het is een schande. Omdat het ook helemaal een verkeerd gedicht is. Want mussen die tjilpen niet, dat heeft God mij zelf verteld. Mussen die zeggen tjilp, tjilip. En helemaal niet tjilip, tjilip, tjilip. Dezelfde man. Dat ja, is dezelfde man, hoor. Dezelfde man. En dat zou ook wel aardig zijn, want dan krijgen we precies dezelfde verhelderende discussie. Tussen lezers en letterkundigen. Of die man eigenlijk niet ergens gelijk nee. had. Of het gedicht zo niet mooier en interessanter is geworden. Verhelderende ja. discussie is toch een hele enge discussie. Nou, allebei. En ik vind het ook wel leuk om van mensen te lezen dat ze dat kunstwerk eigenlijk al die jaren al niks vonden. Maar dat ze een gek nodig hebben voordat ze het zelf durven zeggen. Ah, ja. Nou ja, gelukkig is een vernield gedicht gauw gerestaureerd. En vrijwel kosteloos. Dit is de bundel van Jan Hanlo. Dit is de cd die Tom America daarop heeft gemaakt. Oh ja? En daarom kunnen wij u dit kunstwerk nu al in zijn oorspronkelijke staat weer laten zien.